Maak je er nu wakker? Nee. Laat hem maar even lekker dromen. En die is dicht. Nou, daar is whisky. Hé, wis? Whisky. En daar heb ik Charlie. 2 grote boze heren. Net. En nou zijn ze stil. Ja. Mm-hmm. Die doen eigenlijk ook van de boven. Ja, inderdaad. Hé, ja. Ruzie maken. Om wat? Om het huisje, ja, die komt er zo weer in hoor. Ja. Dit is voor 1 handen. En wij hebben verschillende voer gehaald. Dat stond dus namelijk op... Wij hebben dus verschillende voer gehaald, wat ik al zei. Dat stond dus op de dierenbescherming. Alleen je moet dan wel kijken waar overal vitamine C in zit. Deze komt bij de Action vandaan. Daar zit wel vitamine C in. En je moet ook gewoon meerdere proberen, zodat je kan zien... Hé. Niet bijten. Doe eens lief. Ja. Nou, er is ook eentje hier er niet mee eens. Nee. Ik krijg deze even niet open. Zometeen misschien wel. Ja. We zijn lekker bezig. Krijg je hem niet open? Ja, vertel verder. En toen? En vertel verder. Ja, vertel. Ja. Meneer Boos. Wel. Ja, omdat het jou niet vindt, nee. Dat begrijp ik. Ja. Stelletje. Hé. Doe eens lief. Hé. Nee. Ja, die vind ik even niet leuk. Nee, dat moet rapen. Heren, ik ben bezig. Van de Jumbo. voer. Hé. Nee. We gaan geen ruzie maken. Kijk eens. Heren. Nou is klaar. Over. Nee. 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 Klaar. Juist. Ga die kant nog op. Ja. Dankjewel. Dit is van de Jumbo, heren. Dat is van de Jumbo. Dit is van de Action. Ja, ik doe even hier. Ik doe even lekker hier, lekker kan vanaf voeten, dat ik een beetje wat meer in de gaten kan houden. Ja. Ja, hier is van de Action. Ja. Hier is Action, daar is Jumbo. Oké. Dus even kijken, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Kijk zo. We gaan even kijken wat we hier hebben. Volgens mij was dit hooi uit mijn hoofd. Ja, dit is hooi. Deze kan even dicht voor nu, heel even. Er zit hier ook nog eten in. Alle eten. Onze. Deze er ook nog eens een beetje bij, heren. Jullie hebben nou een hele mooie hotel, hè? Zo, hè? Met zoveel eten. Houden jullie dat even in de gaten? Nee. Nee, stijf erop af. Ja, gaan we doorheen lopen. Ja, joh, gaan we doorheen lopen. Zoals ouderwets. Ik doe deze. En er is ook een kaafje voor hoe heet die winkel? Dierenvrucht? Nee. Dierenzorg? Nee, niet dierenzorg. Nee. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Jullie kunnen lekker kibbelen, jongens. Ja, ik ben even aan het zoeken. Ik moet hier nog een stukje wezen. Zo. Kijk, we komen er wel onder andere. Jongens. Ik wil even zo meteen die hier rust hebben hoor. Ja. En dit is van de lokale dierenspecialist. Ja, precies. Kijk eens. Jullie hebben nu eten zat. Ja, lopen lekker doorheen. Zou ik ook vooral doen, hè meneer? Ja, vooral doorheen lopen. Zo. Krijgen we nog even snoepjes van mij? Een lokale dierenspecialist is nog gretig aftrekken. Ja, ik heb het in de water. Zo, alsjeblieft meneer. Ik krijg ook nog een andere snoepie. Ja, jullie worden verwend. Zo. Zo. Goed zo, heren. Mooi. Alleen even water bijvullen. Schoon water. Zometeen. Hebben ze nog ruzie gehad? Nee, een beetje. Nee. Maar de fles is weer schoon. Die was niet echt wat ik denk van mooi. Dat is lekker. Op, ja. Nee, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Laat me los. Alsjeblieft. Ik snap dat het goed is bedoeld. Zo, kijk. Maar die voer is lekker weg? Ja. Mooi. Heb je ook al af en toe foto's gemaakt? Nee. Nee, kijk. Foto is daar. Ja. Dat zijn foto's. Dat heb ik ook al eerder gezegd, hè? Mm-hmm. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, wij zitten dus gewoon weer gezellig in de auto. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 14 februari. Het is nu net 2:06 en we gaan wat ophalen voor Roderick, alleen hij weet nog helemaal niks. Nee, het is een verrassing voor hem. Ja. Dus, alleen hij moet wel rijden, dus ja, hij weet al wel waar we naartoe gaan, maar wat? Dat weet hij nog niet. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. er is een gloednieuwe pakketvlog. Ja, je kan. Je kan. Zij gaat toch hierin. Nou, schat. Daar zijn we dan. Ja. Want van de week waren wij hier dus ook. Dat was vorig weekend. Toen hebben we dus, heb ik een heel leuk kaartje voor Rood geschreven aan een boog. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Ja. Mooi. Ik heb van de week dus een mailtje gekregen. Ja. Dat ik dus een winnaar ben. Oké. Okay. En het is vandaag Valentijnsdag. Valentijnsdag. Dus wij mogen iets ophalen voor jou. Nee. Ja. Dus ga je mee? Ja. Nee. Een bos bloemen. Happy Valentine! Wil je erop of niet? Namens deze dame. Ja, ik wil graag ook een fotootje voor ons. Ja? Maar ja, ik ben ook een vlogger, dus daarom. Oh, je bent aan het vloggen? Ja. Ja. Als je wil, dan kom je erop, ja. Nou, namens Karin. Ja. Fijne Valentijn. Dankjewel. Graag gedaan. Wow. Een leuke verrassing, toch? Ja, ik word daar met van de gaan naartoe. Dus heb je dat zal wel. Je wist nergens van. Nee. Dat is wel helemaal leuk. Ik heb een eigen handje. Moet ik? Helemaal wel. Ja? Dankjewel. Ja, alleen we moeten nog op de foto, hè, voor het archief. Ja. Nou, zoals jullie dus al wellicht hebben gezien, net, heeft Ro wat gekregen. Ja, wat bloem. Hoe vind je dat? Ik weet niet in welke tekst ze mooi vonden, maar ja, ik heb wel een vermoeden. Maar dat is met die hele lange tekst. Ik zal die zo meteen thuis eens even opzoeken. Ja. En dan zal ik even allebei even opzoeken en dan kunnen de kijkers ook zeggen wat hun de mooiste vonden. Dus, maar hoe vind je dat en dat ik eigenlijk voor jou heb gewonnen? Ik vind het een hele leuke, dankjewel. Graag gedaan. Daar is ook Valentijnsdag voor, maar waarom alleen maar Valentijnsdag? Want het is elke dag eigenlijk, als je een geliefde hebt of wat dan ook, elke dag eigenlijk gewoon Valentijnsdag. Maar ja, waarom ze dan die dag in het leven hebben en groepen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Maar we gaan nu naar de Hunkemuller in Leidschendam. Wou ik zeggen, ja, Voorburg, Leidschendam. Hunkemuller, want die is ook wel afstand. Dus daar gaan we naartoe. Tot zo. Toch? Ja, ja. Het is lekker warm hier. Nou, wij gaan rijden. En wij checken jullie zo meteen weer. In de Mall of the Netherlands! Ja! Nee. Zo. Misschien weten jullie dat niet, maar Voorburg is dus een Europese gemeente. Kijk. Het ligt niet. Het staat er heel mooi. Ja, Voorburg is een Europese gemeente. Heel mooi hoor, dit. Opening september 2020. Wat gaat er open? Van Koningsbrugge? Oké.